Zo'n 10 jaar geleden liep ik regelmatig door deze straat. Ik ben bewoner van Enschede's binnenstad. En ik dacht, wat jammer zo'n kale gevel en wat saai. Daar moet iets mee gebeuren. Ik denk dat iedereen wel de neiging heeft om zijn omgeving mooi te maken. Dat begint natuurlijk met je eigen omgeving in huis. En als je dan veel buitenshuis bent zoals ik, dan vind je die buitenwereld ook wel belangrijk. Nee, maar ook de buitenwereld. Een stad aangenaam maken, een stad plezierig maken. En ja, ik vind het gewoon leuk om dingen mooier te maken. En toen heb ik contact gezocht met een oude manager van de Enschede's binnenstad. Die zei mij, op dit moment vindt er een renovatie plaats in de Zuiderhagen in Enschede. De woningbouwcoöperatie Domein heeft een deal gesloten met een firma die het onderhoud gaat doen. En die willen graag iets terug doen voor de straat. Omdat die straat ook tijdelijk dan afgesloten wordt enzovoort enzovoort. Nou, daar heb ik contact opgenomen en met de gemeente Enschede en met die partijen. We zijn op tafel gaan zitten en toen was het ook zo van elkaar omdat we een concreet plan hadden. We hebben gekozen op een gegeven moment voor het plaatsen van grote frames. Gewoon de reclameframes die iedereen wel kent. En daarin blow-ups van kunstwerken. We zien op dit moment werk van de Enschedese fotograaf Hessel Bos. En hij heeft speciaal voor deze expositie, dat had ik hem gevraagd, heeft hij nieuwe Enschedeërs benaderd. Dus Enschedeërs die allemaal een andere culturele achtergrond hebben. Dus uit verschillende culturen, uit verschillende landen komen. En het zijn mooie kleurenfoto's, maar daardoor is de expositie naar mijn idee nog kleuriger geworden. Het was aanvankelijk een project voor 2 jaar. Met de gelegenheid om het half jaar een nieuwe expositie neer te hangen. Nou, de laatste van de 4 komt nu in zicht. En daarom hebben we vorige week zijn we om tafel gaan zitten met de partijen die meedoen. En hebben we besloten dat we toch doorgaan. En ook de sponsor, dat is Exterio vastgoed, die zorgt voor het ophangen en het wisselen van de doeken, heeft toegezegd ook voor de komende 2 jaar mee te werken. En de gemeente wil ook graag en hoe het precies gaat financieren, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar het komt goed.